voetbalclub worden geen kampioen. Een historisch verhaal van 40 jaar geleden. Het was een voetbalclub die alleen op zaterdagmiddag voetbalde. Uit de plaatsen, niet zo heel wit uit de buurten. Het hele seizoen had het eerste elftal zo wat bovenaan de stonen. Daarna was het wat punten kwijt gewonnen en kwam het op dezelfde hoogte als nummer 2. Uit de laatste wedstrijd van de competitie moest dan uiteindelijk een kampioen komen. De laatste wedstrijd moest gespeeld worden op het terrein van een tegenstander, dus dat wordt een belangrijke wedstrijd. De belangrijkste wedstrijd in het bestaan van de vereniging, want als ze kampioen zullen worden, zullen ze promoveren en zullen ze een klasse hoger mogen spelen, zo hoog hebben ze van zijn leven nog niet gespeeld. De wedstrijd van aanstaande zaterdag was het gesprek van de dag in de plaatsen, iedereen had erover. Jan, vrijgezel van midden 30 en supporter door dik en dunne, hij was altijd bij alle wedstrijden, rekende al helemaal op het kampioenschap. Hij was voorzitter van de commissie die de kampioensfestiviteiten moest organiseren en alles wat erbij kwam. Hij begon met het regelen van bussen voor de supporters na de belangrijke wedstrijd. 3 konden de vol krijgen. Dat was in orde. Maar de kampioenen moesten ingehaald worden met muziek en daarvoor ging het naar de muziekvereniging. De muziekvereniging had niet veel zin. Ze was dan een hele zet drukke west voor een concert en op zaterdagavond kregen ze hosten de leden niet meer warm voor een serenade. De meeste jongelui gingen volle leven naar een disco. Jan had al helemaal gerekend op de muziekvereniging. Dat was een tegenvaller. Een kampioen zonder muziek, dat kon toch eigenlijk niet. Jan ging naar een radiozaak om het een en ander te bespreken en toen kwam het idee om een geluidswagen door de straten te laten rijden met door achter de voetbalkampioenen. De geluidswagen kon dan wel vrolijke marsmuziek laten horen. Maar marsmuziek, dat was toen een probleem. Dat moest met bandjes en marsmuziek op bandjes had de radiozaak niet. Het was een allemaal cd's tegenwoordig en die had een radiozaak. Die had de radiozaak ook niet, ze verkochten geen muziek. Het was een kleine zaak. Had Jan van een recorder met een bandje met marsmuziek kon zorgen, dan zou de radiozaak een geluidswagen leveren. Jan bellen overal rond. Een recorder konden we krijgen, maar een bandje met echte marsmuziek was niet te vinden. Jan ging naar een paar grotere plaatsen en eindelijk vonden een zaak die nog mooie marsmuziek op een bandje had staan. Dat konden kopen voor 24 gulden. Zo, de muziek bij de aankomst van de kampioenen en het ererondje door de plaatsen was verzorgd. Dat had Jan mooi geregeld. Toen ging Jan naar een bloemzaak. 25 busken bloemen moesten er komen voor de komende zaterdagmiddag. Voor de spullers, reserves, leiders, trainer en verzorger. Een kampioenschap zonder bloemen was ondenkbaar. De bloemenzaak rekende normaal 10 gulden voor een duftige bos bloemen. Maar voor de plaatselijke kampioenen maken ze er een afgerond bedrag van. 200 gulden was Jan zijn commissie kwijt voor de bloem. Maar toen maar, ze gingen ook volgend jaar zo hoog spelen. Zo hoog hebben ze in de hele historie van de club nog nooit gespeeld. En toen won zaterdagmiddag. Het was mooi voorjaars weer. De bussen stonden klaar, de spullers waren zenuwachtig en de supporters niet minder. Jan glom van alle kanten. Het zal een mooie voetbalmiddag in avond worden met een kampioenschap, bloemen, een rondgang door de plaatsen met muziek van de geluidswagen, een receptie en aansluitende feestavond. Alleen moest er nog even een won worden van de tegenstander. En dat ging niet best. Het was net of iedereen de gedachten al bij de feestavond had in plaats van bij de wedstrijd. De wedstrijd op zich was best spannend. Met de rust was de stand nog dubbel blank. En na de rust kregen de kampioenskandidaten een penalty. Daar ging de mooi in. Dat was een opsteker. Maar toen begon de scheidsrechter gek te fluiten. En de grensrechter kon er ook niks meer van, vonden de spelers en de supporters van de kampioenskandidaten. De tegenpartijen schuppen er maar zo 2 in. Beide boeten spel, maar toe maar. De scheidsrechter tellen ze. En tegen het einde gaven de anderen ook nog een penalty. Hartstikke verkeerd natuurlijk, maar het stond wel 3-1 voor de tegenpartijen.
Diepe, diepe teleurgesteld kwam ze van het veld. De supporters stonden te schelden om scheidsrechter. Maar het bleef sportief. De metgebrachte bloemen gingen naar de tegenstanders. De spelers en de supporters gingen met de drie bussen weer op Oezan. De stemming was alsof ze van de geroven kwam. De geluidswagen en Kloa stond voor de feestelijke intocht, hoeven niet in actie te komen. Al het werk van Jan en zijn commissie was voor niks geweest. En feestavond kon iedereen zich wel op de boek schrijven. In de kantine wonden nog een paar dronken en toen ging iedereen op Oezan. De muziekvereniging was blij dat ze den avond hun medewerking niet aan het toe zegt. Nu hoeven ze ook niet iedereen af te bellen, omdat dat allemaal in die deur ging. Jan heeft de commissie die de kampioensactiviteiten moest regelen opgeheven. Zo'n commissie is toch nooit meer gekomen. Want een jaar later degradeerde het eerste elftal en tegenwoordig bunt en blijft het middenmotors in de competitie voor zaterdag elftal.